allemaal en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige echte. Nou, het is donderdag jongens, eindelijk weer lekker weekend. Nou weer een rustige begin van de week en een hectisch einde van de week. Met, ik had nog een video opgenomen, maar die heb ik maar niet gepubliceerd. Mensen die... je proberen verder de grond in te trappen, proberen te kwetsen, weet ik veel allemaal. Nou, ik heb in ieder geval weer de week overleefd gelukkig en ik ben weer wat wijzer geworden. Ik ben inmiddels ook begonnen met een voorzichtig beginnetje van mijn nieuwe intro, want de intro die ik nu heb, ja, die is alweer een jaartje oud. Dus het is weer tijd voor een nieuwe intro. Een nieuw muziekje ook. Het bekende tiri-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 
dan een ander muziekje. En ook op het uiteinde, het is een muziekstukje van Harry Potter volgens mij altijd, de outro. Die zal ook verdwijnen en er zal ook weer wat voor in de plaats komen. Wat weet ik nog niet, want dat ben ik zelf ook nog niet achter, maar dat wil ik ook eigenlijk weg hebben. En dan komt er dus een hele nieuwe intro en een nieuwe outro. Dus dat is wel heel erg grappig, heel erg leuk. Muziekje hebben jullie al een keertje gehoord. Dat is het nummer van Don't Stop, Won't Stop of zoiets. Zo weet ik hoe het heet. Ik kan mij het allemaal verrotten. Maar dat is in ieder geval het nummertje. Lekker nummertje, klinkt wel goed. En ik heb al een klein beetje... ik heb al een beginnetje gemaakt en ik... Ik weet al een klein beetje zo ongeveer in het algemeen hoe ik het een beetje wil aanpakken om de nieuwe intro te doen. Nou, morgen naar de Efteling met Tessa, Vincent, Kevin en natuurlijk Ramonski. Dan gaan we weer lekker naar de Efteling toe. Ik heb er reuze zin in. Ik heb er... Ik ben toch wel ontzettend blij met mijn abonnementje, met mijn Efteling abonnement. En ik ben er wel heel erg content mee, gelukkig mee. En dan gaan we leuke vlog er weer van maken. Kijken wat we morgen weer allemaal kunnen filmen. Ik neem natuurlijk mijn camera weer mee en mijn batterijen en mijn extra SD-kaart neem ik mee. En gaan we weer een leuke vlog maken dus. Hou je van de Efteling, hou vooral het kanaal in de gaten. Want binnenkort komt er weer een nieuwe vlog uit van de Efteling. Die neem ik dus morgen op. Nou, voor de rest het weer. Ja, wat moet ik van het weer zeggen? Nou, dat is de ene keer warm en de andere keer is het koud door de wind. Ik ga nog even de computer even aanslingeren. Even kijken wat... op de gebruikelijke sites waar ik altijd elke dag eigenlijk een beetje op kijk. Of dat er weer nieuwe dingen zijn. Even mijn berichten controleren. Dat er weer nieuwe berichten geplaatst zijn. Dat controleer ik ook altijd eventjes. Doe ik even een duimpje omhoog of ik geef even een hartje. En of ik reageer op sommige berichten, reageer ik. En dan ga ik altijd even naar kijken. Doe ik ook altijd even elke dag kijken of dat er nieuwe berichten zijn. En dan probeer ik ze weer te reageren. Dus vandaag, ik had dus weer een minder leuk dingetje. Ik heb in november, december heb ik ook al een hoop problemen ermee gehad. En ik ben het nou gewoon beu. Ik heb diegene geblokkeerd en ik ben er helemaal klaar mee met dat gezeik. Het is gewoon echt altijd gezeik en gezeur. En dan denkt ze nog even dat ze me op mijn hart kan trappen. En dan vindt ze het nog raar dat ik boos word ook. Oh, ik heb de knop niet goed ingedrukt. Nou, potverdorie, waarom gaat die computer nou niet aan? Zo. Dus, die kan er ook maar uitwezen. Dus, ik ga nog even lekker even wat computerwerk doen. Zo. Ik heb nou echt de boeren. Dus, vandaar. Nou, ik ga het zo even hapje eten. En dan spreek ik jullie allemaal. Dadelijk weer, tot zo!
Zo, nou, het is inmiddels avond en ja, ik heb eigenlijk verder geen tijd meer gehad om te filmen. Jullie hadden het al gezien. Er is een nieuw kanaal bijgekomen. Ja, ik had gevraagd en tot nu toe zijn er alleen maar mensen die vol lof zijn. Er komt dus een nieuw YouTube kanaal bij. Dit kanaal blijft gewoon. Dit kanaal blijft ook It's Ultrax heten. Maar er komt een nieuw kanaal bij en daar komen voortaan de Efteling vlogs op te staan. De Efteling vlogs komen dus niet op dit kanaal, maar voortaan op een nieuw kanaal van It's Ultrax. It's Ultrax Theme Park. Daar komen dus de Efteling vlogs allemaal te staan. Er moet nog een hoop werk gebeuren. Ook de films die de Efteling vlogs die nu op It's Ultrax staan, die komen ook op It's Ultrax Theme Park te staan. En ik moet dus nog één video eventjes bijwerken. En die komt dus ook op dat nieuwe kanaal te staan. Die komt hier niet meer op te staan. Maar ja, een nieuw item, jongens. Een nieuw YouTube kanaal. Jullie kunnen het kanaal al vinden. Staat bij aanbevolen kanalen. Ik weet niet wanneer ik daarmee ga starten. Ik denk dat de Efteling vlog van morgen, want morgen ga ik naar de Efteling, dat die ook nog op me op dit kanaal komt. Maar die komt in ieder geval ook op It's Ultrax Theme Park te staan. En ja, dan komen we voortaan. Ik denk dat morgen de laatste vlog zal zijn op dit kanaal. En dat vanaf dan alle vlogs van de Efteling op het nieuwe kanaal komen. Op dit kanaal, gaat dus niet weg. Dit kanaal blijft gewoon. Jullie kunnen gewoon geabonneerd blijven. Blijf ook geabonneerd, want er komen nog heel veel leuke video's. Ook hier op dit kanaal. Want alle Feyenoord vlogs, alle gewone vlogs, de livestreams, de games die ik ga behandelen, Planet Coaster, GTA 5 komt binnenkort weer terug, want ik ga binnenkort toch wel weer GTA 5 spelen. Die komen allemaal weer terug en die komen allemaal nog steeds op dit kanaal. Dus blijf ook geabonneerd op dit kanaal en abonneer ook even op het nieuwe kanaal. Jullie kunnen het kanaal al vinden, staat bij aanbevolen kanalen. Dus zeker te weten doen. Ik ga hem hier afsluiten, want ik heb niet veel tijd. En het is al 12 uur en ik moet eigenlijk de batterijen al in de oplader hebben. Want ja, ik moet batterijen nu gaan opladen. Dus ik heb de camera nodig om ze op te laden. Voor morgen, want morgen is er weer een Efteling vlog. Of in ieder geval morgen ga ik hem opnemen. Ik denk dat hij dan een zaterdag online komt. Dus hou het kanaal zeker weten in de gaten. Nou, ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrax. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En ik kan ook alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie allemaal gauw weer bij een nieuwe vlog. De groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabidi, skabadoe, skabadabadoe. Paf.